we bouwen niet vaak en op het moment dat we het dan doen, willen we het graag goed doen. Ik denk dat het in ieder geval geslaagd is dat als je bij Hakon op bezoek komt en je komt het kantoor binnen, dan kom je een hele prettige omgeving binnen met een fijne verlichting en een goede ambiance. Dat is wel geslaagd. Scheren Foppen heeft de installaties zoals elektrotechniek, alle krachtstroominstallaties, lichtinstallaties. We hebben de beveiligingsinstallaties. Tot en met middenspanningstraject toe hebben we het allemaal gemaakt. Plus dat ook alle wetenbouwkundige installaties, dat zijn luchtbehandeling, klimaattechniek en alle regelinstallaties zijn door ons verwerkt. De samenwerking met Scheren Foppen is uitermate goed verlopen. Het zijn overigens onze buren. Beter een goede buur dan een verre vriend, zeggen ze altijd. En zo hebben we eigenlijk ook met elkaar kennis gemaakt en samengewerkt. Ik moet zeggen dat de werkvoorbereiding van Scheren Foppen, de heer Putterstein, Gerrit Putterstein, ook echt zijn tanden erin heeft gezet en met veel passie ook die werkvoorbereiding heeft gedaan en mee heeft gedacht met ons als opdrachtgever om tot een heel technisch hoogstaand installatie te kunnen komen. Daar zijn we eigenlijk heel tevreden over de wijze waarop Scheren Foppen heeft geacteerd. Het bijzondere aan de technieken die wij hier hebben toegepast is dat alles intelligent is, regelbaar is gemaakt en op afstand is te bedienen. Wat erg prettig is aan de installaties van dit gebouw, de automatische wijze waarop zaken georganiseerd zijn voor wat betreft verlichting. Verlichting gaat automatisch aan, automatisch uit. Deuren, we hebben een behoorlijk aantal elektronische deuren. Dus je kunt het eigenlijk niet meer vergeten om de deuren dicht en op slot te doen. En anders gaat het inderdaad automatisch. Kraantjes die automatisch uitgaan. Dus op het moment dat je hier het pand verlaat, dan ben je op verschillende manieren al wel zeker van dat het voor elkaar is. En dat werkt gewoon erg prettig. Nou, waar ik vooral trots op ben, dat we hier een prachtig pand hebben mogen maken met een tevreden opdrachtgever.